Wat betekent innovatie voor mij? Dat is vooral gaan kijken van welke toekomstperspectieven zijn er, welke richting gaan we uit en proberen daarop in te spelen. Oké, jongens, goedemorgen. Het is de bedoeling dat we vandaag een korte les krijgen in augmented reality. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een virtueel voertuig hier in de ruimte gaan plaatsen die we spanningsvrij gaan schakelen. Het is heel moeilijk voor een school om een volledig elektrisch voertuig in de werkplaats te krijgen, door natuurlijk de kostprijs. Dus hadden we ergens gedacht van kijk, laten we op een virtuele manier een elektrisch voertuig tevoorschijn toveren in de werkplaats. We zijn van scratch begonnen. We hadden enkele onderdelen van de Nissan Leaf en enkele ideeën. Een enthousiasme softwareontwikkelaar. En hebben we op een jaar tijd al die zaken bij elkaar gegooid. En hebben we nu uiteindelijk een voertuig dat kant-en-klaar is, wat uniek is. Dankzij Evenaar brengen we enerzijds die elektrische voertuigen in de school. Maar proberen we ook de visie van de mobiliteit van de toekomst binnen te brengen. We gaan eens een keertje naar de testmodule. Dus iemand van jullie mag de bril aanzetten. Is er iemand die wil proberen? Het klopt inderdaad dat het technisch onderwijs niet altijd een mooi zelfbeeld heeft. Maar we proberen toch te laten zien van wat kan er allemaal. En op het moment dat je als leerling aan een recent voertuig mag werken, ja, dat zorgt alleen maar voor fierheid als leerling natuurlijk. En daar doen we het natuurlijk een stuk voor. Verzet u gewoon. Verzet u, alles volgt mij. Je mag drukken. Ja, druk er maar op. Wat is nu inderdaad het grote voordeel voor de scholen? Eerst en vooral de veiligheid. Een belangrijk aspect, want we zitten met een elektrisch voertuig, zitten we al snel, ja, 300-400 volt is niet abnormaal. En in deze omgeving kan een leerling op een veilige manier werken. Een tweede groot voordeel is, een school moet op dat moment geen elektrisch voertuig in zijn bezit hebben. En de stappen die we zetten, in de metingen die we verrichten en de onderdelen die we in die virtuele wereld gaan verwijderen. Als we dat x aantal keren op een echt voertuig doen, dan is het afgelopen met dat voertuig. Zo simpel is het. Ik ben nu 28 jaar ondertussen in het onderwijs. Ik heb 25 jaar effectief lesgegeven en al sinds enkele jaren technisch adviseur. Om zo lang in dit vak te zitten, moet je natuurlijk de passie hebben. Als jonge gast de bromfiets, natuurlijk, wat aangesleuteld, maar ook crossvoertuigen in elkaar gestoken. En het geluid en de snelheid en al hetgeen dat daarbij hoort. Ik denk dat als jonge gast, niet alleen als jonge gast, maar nu ook nog altijd, ja, dat geeft een kick. Maar niet alleen dat, ook kijken naar die modernisering, die evolutie, die constante vernieuwing, maakt dat het zo'n boeiend beroep is eigenlijk. Ja, dat zit in het bloed en dat raak je moeilijk uit. De sector is enorm veranderd sinds mijn start met het bedrijfsleven en het onderwijs. De rol van de wagen wordt ook minder belangrijk. Zeker in de stedelijke context zien we toch duidelijk dat de voetgangers en de fietsers dat die meer voorrang krijgen. Ook die zaken moeten wij toch proberen mee te pakken in onze opleiding. Dan moeten we durven kijken naar de toekomst en dan spreken we eigenlijk niet meer over de richting autotechnieken, maar een mobiliteitscentrum. Via Evenaar proberen we de toekomst nu al binnen te brengen in de scholen en de leerlingen voor te bereiden op hetgeen dat hun te wachten staat in de arbeidsmarkt. Als leerkracht en als medeontwikkelaar zie je altijd dat bepaalde zaken beter kunnen. Dat is logisch. Maar hetgeen dat we nu hebben, is uniek. Daar is geen enkel ander voorbeeld in augmented reality. Andere landen zijn jaloers op ons. Het systeem wordt ondertussen ook gebruikt in Nederland. Er is interesse vanuit Finland. Dus het is zeker de bedoeling dat we, ja, dit systeem, dat we het toch wel een succesverhaal gaan maken. Je moet het tenslotte doen voor de leerlingen die afstuderen. De mensen die de arbeidsmarkt op gaan. En als je dat op een of andere manier een bijdrage kan leveren door bepaalde ideeën die je hebt, bepaalde projecten die je hebt en die je dan ook effectief kan uitvoeren en die dan door meerdere scholen worden gedeeld, dat geeft een drive natuurlijk om verder te doen.